Van 24 mei tot en met 3 juni vindt in Zeeuws-Vlaanderen het Skaldisch Kamermuziekfestival plaats. Bij het kerkje van Hengstdijk ontmoeten we de inspirator van het festival. Hoppetje, hoe leuk dat ik een kabinet tegenkom. Wat zit hij hier gezellig op dat bankje? Ja, lekker in de zon? Lekker in de zon. Dat is niet toevallig dat hij hier zit. Binnenkort het Skaldisch Festival weer en dan beginnen we hier. Welkom in Hengstdijk in Zeeuws-Vlaanderen. Altijd leuk om hier te zijn in een prachtige kerk. Ik heb hier vaak gespeeld. Het Skaldisch Festival is eigenlijk een kamermuziekfestival. Dus daarom zult u misschien denken waarom het Zeeuws Orkest. We beginnen het festival zelfs met het Zeeuws Orkest. En een van de krachten van het Skaldisch Festival is dat het in Zeeuws-Vlaanderen plaatsvindt. Je hebt de gezelligheid die je hier altijd hebt. Je hebt de warmte van de mensen die hier altijd is. We beginnen met een orkestconcert. Al moet ik zeggen dat dit orkestproject heeft een gevoel van kamermuziek. En sowieso bijna alles wat met Zeeuws Orkest gedaan wordt, heeft altijd een gevoel van kamermuziek. Omdat er zo'n grote verbondenheid is in het orkest zelf. Dus we zijn heel blij dat het Zeeuws Orkest nu weer hier terug is.